Oh, dat is echt heel lief. Carice is samen met Minke en Franke aan het oefenen om zo direct docent Aranka goed te verrassen. Hallo ladies! Hallo! Hallo. Alles goed? Ja, zeker. Ja? Goed. Zijn jullie al druk aan het repeteren? Ja. Maar dat doe je nu zittend? Nou, even een Italiaantje. Dan ga je gewoon even de tekst doornemen. En dat heet een Italiaantje? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Omdat we snel praten, denk ik. Oh, ik kan een heel klein kort stukje Italiaantje doen? Ja, zeker. Gewoon begin? Ja, is goed. Je bent niet je leeftijd of de kleren die je draagt. Ja, toen ik 6 was, toen kreeg ik een roze fiets. Ze had glitters en een vlaggetje met Dora. Ja, ik kreeg altijd rot cadeaus. Want ik wou een keer een poppenhuis, kreeg ik houten blokken. Wou ik een december deze kreeg. Ah, nou, maar nu begrijp ik het. Hey, nu begrijp ik het. Hey, en deze verrassingen die zijn jullie aan het voorbereiden voor docent Aranka. Ja. Hoe denken jullie dat ze gaat reageren? Ja, ik denk dat ze heel verrast gaat zijn vooral. Dat ze het echt niet ziet aankomen. Carice, ik ga jou meenemen. Dan gaan we eens even samen kletsen. Dan kunnen jullie nog even je Italiaantje doen, toch? Yes. Okay. Is goed. Ga je mee? Ja, okay. Ik ga mee. Waarom heb je voor deze school gekozen? Nou, ik had eigenlijk een twijfel tussen een school in Assen en deze school. Want beide scholen gaat het over kunst. Is een heel groot onderwerp. En dat is wel heel erg belangrijk voor mij. Maar toen ik hier kwam op de open dag, voelde ik me toch wat fijner dan op de school in Assen, dus daarom. Kunnen zijn wie je bent, vinden ze hier op school heel belangrijk. Helpen die kunstvakken daarmee? Ja, zeker. Altijd als ik kunstvakken heb, dan kan ik helemaal mezelf zijn en even alles loslaten. Als ik bijvoorbeeld een niet fijne dag heb gehad, kan ik even in een rol stappen die bijvoorbeeld juist heel vrolijk is. En dat is heel fijn. En we hebben ook wel eens gewoon gesprekken over hoe het gaat met je. En daarbij komt er wel uit dat je echt jezelf mag zijn. En wat maakt Aranka zo bijzonder? Nou, mevrouw Kuiper is een heel erg oprecht persoon. Dus alles wat ze zegt, meent ze. En ze is gewoon heel erg enthousiast in haar vak. En dat zie je aan alles. Als je mee hebt gedaan met de voorstellingen, komt ze soms kijken. En dan gaat ze ook wel haar mening laten zien. En ze is altijd heel erg lief tegen iedereen. Ik denk dat het een mooi moment is om Aranka, mevrouw Kuiper, heel goed zo, uit haar les te gaan halen. Alleen, wat voor les geeft ze? Volgens mij geeft ze een meme-les nu in de danszaal. Oh, interessant. Aranka is op dit moment meme-les aan het geven. Hoe gaaf is dat? In de dansstudio. Heb ik eigenlijk nog nooit gezien. We gaan nog eens kijken. Hallo. Hi. Mag ik even storen? Ja. Wat fijn. Hi. Aranka. Hi. Ben jij Aranka? Ja. Hi. Ik ben Nens. Hoi. Hallo. Jij bent meme-les aan het geven. Ja. Kun jij heel even laten zien aan mij hoe dat eruit ziet? Daar ben ik zo benieuwd naar. Dat is goed. Dan pakken we die van net nog eventjes terug. Meme doe je dus met je houding en je werkt natuurlijk met je gezicht. Dus we gaan even proberen wat er gebeurt als je goed nieuws krijgt. Ik zal eens even een nieuw goed nieuwtje verzinnen. Je ouders hebben besloten om je zakgeld te verhogen naar 30 euro in de maand. Ja? Oké. Okay. 3, 2, 1. Je ouders hebben besloten je zakgeld te verhogen. Yes! Oké, okay, heel goed, heel goed. En stel je nou eens voor, ik zeg tegen jou van, ik wil je graag meenemen, want misschien heb ik wel iets heel leuks voor je. Hoe zou je dan reageren? Oké, okay, ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we. Jullie vermaken je wel, toch? Ja. Nee, ik maak geen grapje. Kom mee. Oké, is goed. Waarom heb je gekozen voor het onderwijs? Omdat ik het zelf heel erg leuk vind om te werken met leerlingen. En ik vind het heel bijzonder om ze zeg maar, van jongs af aan te zien ontwikkelen tot ze ouder zijn en hun eigen eigenheid een beetje vinden. En hoe ben je dan op deze school terechtgekomen? Ja, dat is wel heel grappig. Ik was een beetje brutaal. Ik had een brief geschreven toen ik nog op de opleiding zat. Omdat ik iets met onderwijs wilde doen. En deze school die begon met een pilot met vakoverstijgend werken. Dus met kunst en kennis combineren en samen dan projecten maken. Ik dacht, dat is heel leuk. Dus ik ga een brief schrijven. En toen werd ik uitgenodigd. En toen mocht ik aansluiten bij dat project. Maar het is veel meer dan dat. Hè? Want nu krijgen we een beetje de indruk dat het alleen maar theater en dans is. Nee, maar dat is niet. Het is ook gewoon. Absoluut. Ja, het is echt een combinatie van de reguliere vakken met een uitbreiding op de kunstvakken. Wat wil jij jouw leerlingen meegeven?
Ja, ik wil ze eigenlijk vooral meegeven dat ze leren om zichzelf te zijn en om dat te durven laten zien. Of dat nou bij mij in de klas is of op een podium of gewoon in het echte leven later. Dat je ontdekt wie je bent, waar je goed in bent, wat je kracht is. En dat je dat dan vervolgens durft te laten zien. Hoe goed ben jij met verrassingen? Ja, goed denk ik. Ja? Ja. Je kan ze handelen? Ja, dat denk ik wel. Dan hoop ik dat je me vertrouwt. Mm-hmm. Dan gaan we op pad. Oké, is goed. Je bent zo heerlijk goed lachs. Je hebt er echt zin in, ook al weet je niet wat er gaat gebeuren. Nee, dat klopt. Ja. Dat is mooi, toch? Ja, leuk. Weet je wat? Doe gewoon lekker die deur open en ga maar lekker naar binnen. Oké. Okay. Ik denk dat je wel gewoon lekker daar mag gaan zitten. Okay. En ik, I join you. Ik kom er een beetje bij. Zo. Hallo. De tranen die je huilt. Je bent de liedjes die je hardop zingt in je kamer wanneer je weet dat niemand je hoort. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a miss. Je bent de plekken waar je bent geweest en de plek die jij thuis noemt. En de mensen waar je van houdt. Ja, mijn moeder. Zij is echt mijn voorbeeld. Ze doet het werk wat ze leuk vindt en gaat met mensen om die heel veel voor haar betekenen. En ze zal er altijd voor ze zijn. Je bent gemaakt van zoveel moois. En het lijkt erop alsof je dat bent vergeten. Op het moment dat je besloot dat je bepaald werd. Door alle dingen die je niet bent. Nou, deze zijn voor u. Oh, dankjewel. Waar heb ik dat dan aan verdiend? Nou, ga anders even staan en leg het er even uit. Ja, snap er helemaal niks van. We willen u graag bedanken voor alle lessen die we van u hebben gehad. Oh, wat leuk. En ook het feit dat u buiten school ook bij onze voorstellingen kwam kijken, geeft het echt iets meer dan een docent-leerling relatie. U geeft echt om ons en wat we doen. En dat vinden wij heel leuk en daarvoor wouden we u bedanken. Oh, ja. Dat is echt heel lief. Ja. Dus behalve dit mooie eerbetoon van deze dames, denk ik eigenlijk dat je ook nog wel een dik vet applaus hebt verdiend. Nou, ik vind het echt heel lief. Het doet me heel veel om dat te horen. Heel leuk. Want dit is ook echt wat ik het liefste doe. Dat is het. Met jullie die band opbouwen. Jullie helpen in theaterles. En al die jaren zien opgroeien. Dat maakt me ontzettend trots. Ja, dankjewel.